het is inmiddels om het jaar raken. Hè. Het ene jaar hebben we een Forza Horizon game en het andere jaar hebben we een Forza Motorsport game. En dat brengt ons op dit moment nu al bij Forza Motorsport 7. De game die werd, werd gepitcht, werd getoond in combinatie met de Xbox One X. Daar had jij moeite mee, Tom. Jij vindt dat je een racegame niet echt kan gebruiken om dat te tonen. Want ja, hoe mooi kan een racegame nog worden? Nee, ja, dat is natuurlijk wel een beetje een dingetje van... Oh, de Xbox One X en hij draait neder 4K en hij doet het supergoed. En we gaan het laten zien met Forza Motorsport 7. En ik had zoiets van, maar 6 was al prachtig. Dus dat is lastig om op voor te beduren, zeg maar. Ja. Maar goed, ja, het is nu 4K, native, 60 frames per seconde. Dat wel, ja. Ik heb de game ook mogen spelen. Het is wel echt heel mooi. Ik bedoel, dat dynamisch weer, jij zegt 6 was ook mooi, maar het is nou wel 4K, weet je. Het is wel gewoon even... Bam, het spet het wel even van het scherm af, hoor. Ja, nee, qua technische specs doen ze het eigenlijk iets beter. Ja, het is nu echt native 4K. Ook al had dat ook al gekund bij Forza Motorsport 6 Apex. En Forza Horizon 2 of 3 kon het natuurlijk ook al. Omdat dat op Windows 10 draaide, kon je dat ook al 4K doen. Maar nu is het inderdaad ook op de console 4K. En echt, ja, dubbel en dwars nagewaakt. 60 frames per seconde, rocksteady, overal en 4K native. Mooi. Ja. Wat gaan we doen aan nieuwe dingen? Nou ja, dat is dus een beetje een dingetje waar ik eerst een beetje tegenaan racete. Dat het niet zo heel veel nieuws is. Maar daar valt reuze mee. Want ja, één ding. Fantastisch. Volkswagen komt weer terug. Volkswagen is er weer. De championships zijn helemaal revamped, zijn helemaal veranderd. Iets strakker gemaakt. Je kunt meer dingen, meer toffe races doen. Je hebt nu ook Forza Vista op de track. Zijn van die kleine dingetjes die toch wel iets leuker zijn. Het ziet er allemaal nog mooier uit. Er is een steerless cockpit view, zodat je met je eigen stuurtje veel realistischer bent. En je niet ook nog eens een keer een stuurtje op het scherm hebt. Nou, allemaal van die kleine tweaks die ze echt heel goed doen. Cosmetisch is ook leuker, sociaal is het ook leuker. Want je kunt dus ook je vrienden gaan meeten op de track. De lobby's zijn nu in de track, of ja, in de pitstops. Leuk. En je hebt driver gear. Dus je kunt jezelf ook een beetje uitdossen in een apart kleurtje, zeg maar. Of dat je zegt, ze hebben een spacesuit. Ze hebben natuurlijk, komt er een Master Chief driver gear. Je hebt een driver gear die dan lijkt op Forza Motorsport 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daar hebben ze allemaal leuke dingetjes mee gedaan. Ja, mocht je zelf de unieke E3 driver gear willen winnen, dat kan. We hebben een prijsvraag draaien. Even dat terzijde. Dan heb je echt gewoon... Driver gear van hier bestaat nergens anders. Mooi dat je me weer nadoet met je gebaren. Ja. Maar goed, is er een carrière-modus? De championship is een klein beetje overgeheveld. Ze doen de championship een heel klein beetje anders. Het werkt nu met series points. Maar er zijn natuurlijk wel weer de showcase-evenementen zijn weer terug. Je kunt als je denkt van, nou, ik vind dit toch een toffe wagen. Ik wil daar meer mee racen. Zijn ook nog altijd de open championships. Maar ja, er zijn wel veel meer natuurlijk nu. Omdat je ook met van die grote trucks kan racen. Porsche is er natuurlijk ook weer bij. Dus het is wel de grootste Forza. Hoe zij het zien is, wij proberen al onze Forza-fans nu te verenigen onder Forza Motorsport 7, want dit is crossplay, crossbuy, 4K, Xbox One X, approved, 4K enhanced, HDR. Dus ja, het is de beste Forza, daar kun je niet omheen. Ja, het vernieuwt natuurlijk niet zo heel veel ten opzichte van Forza Motorsport 7. Voelt toch een beetje als FIFA. Ja, nee, en nu inmiddels wel. Vooral omdat het ook om en om gaat. Dus we missen misschien een grote vernieuwing. Maar om en nabij is het gewoon de beste, grootste Forza in works. Ja. Dus ja. Nou, cool. Goed verhaal. Lekker kort. Dankjewel. Forza Motorsport 7. Als je nog meer over de game wil weten, check de geschreven preview op gamersnet.nl.